Jaguar Land Rover Benelux heeft grote ambities. In de komende jaren willen we flink groeien. Nu verkopen we 9000 wagens per jaar en in 2019 moeten dat er 20.000 zijn. Het doel is om dit samen met de dealers te realiseren. Het sales- en serviceprogramma Jaguar Land Rover Way of Working moet die groei en verdere professionalisering mogelijk maken. Zowel bij dealers als bij de importeur. Om groei te ondersteunen gaan wij als importeur samen met de dealers structurele ondersteuning samenstellen. Vanuit een actief CRM-beleid met leads, juiste systeemondersteuning, een concierge service voor support en een dealer marketing toolbox. Onze meest succesvolle verkopers en dealers werken structureel met 4 kernelementen. Deze vormen de basis voor de Jaguar Land Rover Way of Working. In de eerste plaats wordt er een eenduidig verkoopproces ontwikkeld dat voor structuur en samenwerking zorgt. Vervolgens worden de prestaties nauwlettend in de gaten gehouden met funnel management. Daarnaast wordt het salesproces actief aangestuurd doordat er regelmatig salesmeetings worden gehouden en de salesmensen worden gecoacht. En tot slot worden er instrumenten ontwikkeld die iedereen kan gebruiken en worden ideeën aangedragen die elders al hun succes bewezen hebben. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar het draait er natuurlijk om hoe het in de praktijk werkt en dat het goede resultaten oplevert. Daarom wordt de Jaguar Land Rover Way of Working op dit moment in de praktijk getest en verder ontwikkeld. Dat gebeurt in een pilot met 4 dealers. Zo hebben zij intussen een gap-analyse achter de rug. Die helpt hen bij het bepalen van punten die kunnen worden verbeterd en een concrete focus op waar het eigenlijk om gaat. Op elk facet van de verkoop krijgen we een heel mooie ondersteuning van met trainingsprogramma's per onderdeel en per facet, dus onthaal, proofread en dergelijke zaken meer. Voor elke module krijgen we nu eigenlijk een soort van kleine handleiding die toch even alle belangrijke facetten van die onderdelen even terug in beeld brengt eigenlijk. Ook krijgen ze concrete tips voor het structureren van hun salesproces. De meetings die we hadden met de collega's dealers, hè, we zaten toen met 3 andere dealers nog samen, met allemaal verschillende ervaringen en ook sommige ervaringen van bij andere merken, wat er toch een aantal best practices van bij andere merken waren. En dat je zei, tja, dat is interessant, dat kan ik gebruiken. Als iemand al iets veel beter doet dan jij, dan moet je dat gewoon kunnen herkennen en gewoon kunnen even copy-paste doen en dan lopen de zaken onmiddellijk beter. De opvolging dat we nu doen, dus zien dat de verkopers zeker ook wekelijks ergens een halve dag met hun klanten, met de leads bezig zijn, dat er een veel betere opvolging is. En dat zie je wel direct een beetje in de resultaten. De dealers worden ook ondersteund met nieuwe professionele software vol met handige instrumenten. Er werd door Jaguar Land Rover Benelux gekozen voor X-Power. En dit programma heeft zich eigenlijk aangepast aan de noden van een Land Rover en Jaguar dealer. Het voordeel van het project, het is nu natuurlijk nog gedeeltelijk in ontwikkeling, is dat vele stappen die vroeger manuele handelingen vroegen van de verkoper, nu geautomatiseerd gaan worden. Het systeem van X-Power, dus XDMS, Prospect Desk, maakt eigenlijk alles meer overzichtelijk, zowel voor verkoper als voor de dealer zelf. Hierdoor zijn we zeker dat alle contacten correct opgevolgd worden. Klant vergeten kan niet voorvallen. En bovendien geeft deze tool, het verkoopsproces, wordt er helemaal verder in verwerkt. Dit vanaf het telefoontje, van dat de contact of de eerste contactname van de klant, tot het telefoontje na de levering. Ook kunnen de dealers meer leads krijgen door nieuwe marketing- en CRM-activiteiten. Wordt er een concierge service ontwikkeld ter ondersteuning van dealers? Wordt het mogelijk om klanten beter aan onze merken te binden door ze een persoonlijk account via internet te geven? En kan in de toekomst een welkomstpack aangeboden worden dat nu nog in ontwikkeling is? Eveneens is samen met de dealers een toolbox ontwikkeld met allerlei voorbeelden van dealeracties die niet al te duur zijn en meteen ingezet kunnen worden. Bovendien wordt er ook ondersteuning aangeboden bij het opzetten van structureel sales management. En zijn business development en zone managers ook actief betrokken bij het helpen met realiseren van alle doelstellingen. Het spreekt voor zich dat het lokale ondernemerschap behouden moet blijven. De ondernemer houdt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen onderneming. Door het goed opvolgen van het stappenplan van de Jaguar Land Rover Way of Working zijn we dus het bedrijf op één lijn kunnen komen naar buiten toe, wat dus enorm positief is voor het verkoopsteam. Uiteindelijk gaat het over aandacht en passie voor onze producten en klanten. En die zijn samen met de dealers naar een standaard manier om klanten te benaderen vertaald. Zo is het streven om elke klant die binnenkomt binnen 2 minuten welkom te heten.
Ook streven we om elke lead die via internet binnenkomt binnen 12 uur te contacteren. Dus door de opvolging van de lead was voor ons, konden wij nog zeker meer rendement uithalen. En door dus het correct opvolgen van dat stappenplan, dus worden de leads beter bewerkt. Maar ook voor marketing is dat voor ons enorm positief, want onze marketingafdeling heeft ook een beter tool voor het uitwerken van de strategie, marketingstrategie. Het doel is om bij elke offerte ook een bedankbrief op te sturen, om te bedanken voor de getoonde interesse. Het proefdocument gaat reeds ingevuld zijn, de bevestigingsbrief bij de offerte, de bedankbrief na de bestelling van de wagen, de aankondiging dat de wagen gaan geleverd worden en dergelijke. Al die documenten zitten eigenlijk klaargestoomd in het programma en kunnen eigenlijk volledig automatisch afgedrukt worden. We ontwikkelen een welkomstpack dat iedere klant binnenkort kan ontvangen na een aankoop. Eveneens proberen we de komst van de nieuwe auto aan de klant aan te kondigen, 3 weken voordat deze geleverd wordt. Van elke overdracht wordt een speciaal moment gemaakt. Ja, ik vind dat heel logisch, dat van zo'n aflevering, dat moet voor een klant dat gewoon een feest zijn. Wij proberen er rond ook een beetje wat sfeer te maken door die klant ook een extra attentie te geven. In de fles van een geschenk, een fles champagne die we meegeven. Een bos bloemen voor de mevrouw die erbij is. En we maken ook van die wagen een foto. Dus dat maakt iets dat een moment is dat eigenlijk wordt vastgelegd, ook voor later. Als een klant niet koopt, willen we het daar niet zo bij laten zitten en proberen we na te bellen. Ieder verloren offerte wordt eigenlijk na 3 jaar automatisch bij ons terug opgebeld. Als de wagen eenmaal is afgeleverd, houdt onze interesse niet op, maar proberen we deze klanten ook na te bellen. De klanten zijn met de dag ook altijd meer veel eisender. En wij proberen toch onze klanten de nodige aandacht en passie over te geven, zodanig dat zij dan ook nog gedurende jaren en misschien de komende jaren met een ander model bij ons klant blijven. We zijn trots op de eerste resultaten. Die beloven veel goeds voor de toekomst. Het is gewoon een handleiding, een houvast voor elke dealer. Want elk facet van de verkoop komt daarin terug. En dat is daar perfect middel voor. En te kunnen blijven kijken van wat doe ik? En wat kan er beter? Ik zou het systeem zeker aanbevelen aan mijn collega's. Maar het is van belang om hun medewerkers daarvan te berichten wat er dan zal gebeuren en het ook doen. Alles zit erin om eigenlijk een volledige professionele verkoopsploeg verder uit te bouwen en eigenlijk om volumestijgingen te gaan realiseren. De volumestijgingen die we toch mogen binnenkort verwachten. Door dus onze eigen procedures aan te passen, hebben wij dus een betere werking van het totale systeem. En ik kan het alleen maar aanbevelen aan onze collega-dealers. En ook het BI-tool is een enorm goed instrument voor het opvolgen van het verkoopsteam. Dit is geen project met een begin en een einde. Het is de eerste stap voor het verbeteren van het verkoopproces. Door middel van gezamenlijke ontwikkeling kan met dealers deze verkoopmethode verder worden toegepast. De service wordt later op een vergelijkbare manier samen ontwikkeld. Het einddoel is tevreden klanten, hogere omzetten en meer winst voor iedereen. Het kan met de Jaguar Land Rover Benelux Way of Working.